In het district Kamerwijnen is zaterdag een vernieuwend onderwijsproject van start gegaan, waarbij 144 kinderen zullen deelnemen aan een programma dat hen voorbereidt op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Het project, georganiseerd door Young Engineers Paramaribo, het Bureau Gemeenschapsprojecten van het Ministerie van Financiën en Planning en de Baitali Group of Companies, bestaat uit twee modules van elk 6 weken. In het Young Engineers programma, waarin Lego-blokjes centraal staan, worden de creativiteit, het kritisch denken en de onderzoeksvaardigheden van de kinderen gestimuleerd. Ingenieur Diraja Gangaram Pandey spreekt van een unieke kans voor kinderen om stemvaardigheden te ontwikkelen. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Maths. Het kindje gaat over een aantal processen tijdens de lessen. Het helpt een kind om procesmatig na te denken, projectmatig na te denken. Een kindje krijgt instructiekaartjes. Hij gaat instructies volgen om een modelletje te bouwen. Dan leert hij over specifieke engineering technieken. Als een modelletje niet werkt, dan gaat het kind nadenken waarom werkt het niet. Dus het is al heel vroeg leren we die jonge hersenen te trainen richting engineeringstechnieken. En het is een unieke kans voor iedereen van Kamerwijnen. Dus ik zou zeggen, greep de kans. We zijn vandaag gestart. We hebben nog plek voor een aantal kinderen. Dus als je wil inschrijven, maak contact op met Young Engineers. En we zorgen ervoor dat elk kind van Kamerwijnen een aanbod kan komen om mee te doen naar ons programma. Jaswan Dukaran, manager van het Bureau Gemeenschapsprojecten, ziet in de betrokkenheid van Baitali Group of Companies een bijdrage aan de toegankelijkheid van het onderwijsproject. Dankzij hun steun hoeven kinderen slechts een minimale bijdrage te leveren om deel te nemen. Een dergelijk programma die kost best wel duur, maar wij maken het samen mogelijk met Baitali dat de kinderen hieraan kunnen meedoen. Het is nu wel een vakantieperiode, misschien is dat ook een pluspunt. We zouden al een paar maanden terug beginnen, maar ik denk dat deze vakantieperiode juist handig is, dat de kinderen zich kunnen vermaken, zich en in feite kunnen focussen op datgene wat ze willen hebben. Het is een succesverhaal geworden van Young Engineers. Wij hebben getracht om samen met hun het ook naar de districten te brengen. De start is Wanica en Kamerwijnen. Wij gaan nog even nadenken aan de districten aan bod kunnen komen en kijken welke succesfactoren wij hieruit kunnen halen. Het Young Engineers project dat zaterdag in Kamerwijnen van start ging, is gisteren ook begonnen in het district Wanica. Dukaran benadrukt dat dit project kinderen stimuleert om spelenderwijs hoger op te komen.